welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over high-end dure make-up die ik gewoon makkelijk gezegd slecht vind. Ik hou altijd heel erg veel van betaalbare make-up, maar ik hou ook van high-end make-up. Ik hou gewoon over het algemeen heel veel van make-up. Maar er zijn hier een aantal dure producten waarvan ik toch denk, ja, of overpriced, of ze zijn gewoon echt niet goed, of ze blenden niet goed, ze brengen niet fijn aan, whatever. Whatever het ook is, ze zijn de prijs absoluut niet waard. Gewoon echt absoluut niet. En het is nou 2020, de drugstore make-up, alle betaalbare make-up is nou ook echt hartstikke goed. Dus wanneer ik €40 voor iets betaal en ik heb iets van Essence wat beter is, nou dan mag je mij echt van de trap af flikkeren. Want dan ben ik echt, dan ben ik upset. Dus ik verwacht ook echt een stuk meer als ik ook echt een stuk meer betaal. En als dat dan niet gebeurt, ja, dan ga ik het gewoon niet meer gebruiken. En dan vind ik het gewoon niet zo goed. Helaas. Dus ik heb vandaag hier een bakje vol met een aantal van dat soort producten. Dus ben jij benieuwd? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen. Oké, mensen. Ik ga beginnen met een oogschaduwpaletje waarvan ik echt denk... En dat is de Benefit Big Beautiful Eyes paletje. Het is echt een prachtig paletje. Hele prachtige bruine everyday kleuren voor een everyday look. Je zou denken, dit is echt een prachtig paletje om een look te maken zoals ik vandaag op heb. Ik heb vandaag Catrice gebruikt. Een klein paletje van like €8 of minder. En dat paletje is beter dan dit paletje van bijna €40. €40. Ik heb dit paletje gehad in PR. Ik heb dus niet betaald. Ik had hem gebruikt. En ik dacht, ja, ik vind hem niet zo goed. Goed, toen heb ik opgezocht hoeveel die is. En hij is gewoon €38. Het is echt, nee, hij is echt niet goed. Hij blendt gewoon niet fijn. Kostte mij echt super, super veel tijd. De glanzende kleuren, je kunt ook zien hier, de kleur hier. Ik ben er echt helemaal ingegaan, omdat er gewoon echt niks van afkwam. Ik vind de kleuren echt prachtig. En als ze gewoon goed presteerden, dan vond ik het ook echt een geweldig palet. En ze hebben ook zo erbij gezet voor wat je alles kunt gebruiken en zo. Dus het is echt een goed concept. Alleen de kwaliteit is echt niet goed. Ik hou van Benefit. Ik vind echt een heleboel producten van hun geweldig. Alleen dit paletje was voor mij echt een grote afknapper. Bijna €40. Voor €40 kun je echt geweldige paletjes halen van Morphe, Tati Beauty paletje, Jeffree Star. Zulke goede paletjes. En dan komt ineens dit paletje. Ja, nee. Echt absoluut niet de prijs waard. Echt. I cannot. Dan een bronzer die ik niet zo goed vind. En ik vond het wel apart, want heel veel mensen vinden hem echt heel goed. En dat is de Fenty Beauty Bronzer. Ik heb de kleur Island Ting. Het is echt een prachtige kleur. Ik heb hem ook echt vaak gebruikt, zoals je kunt zien. Af en toe heb ik van die producten waarvan ik gewoon wil dat het goed is. Ondanks dat ik al gelijk weet van oké, ik vind hem niet zo. Maar dan blijf ik hem gewoon proberen. Misschien ligt aan mij, misschien aan de kwast, weet ik veel. Maar ik heb hem echt vaak gebruikt, zoals je kunt zien. Maar elke keer denk ik weer van ja, nee. Er komt niet genoeg pigment vanaf. Gewoon echt absoluut niet. Ik moet echt superveel aanbrengen, maar ik kom dan op een punt, dan wordt het gewoon patchy, omdat ik gewoon zoveel heb aangebracht. En ja, er komt gewoon bijna niks van af. En ook dit is een dure bronzer. Fenty is echt aan de hoge kant. Ik heb hem wel gehad in PR. Ik heb er niks voor betaald dus. Maar ik zou hier ook echt geen euro aan opmaken. Ik weet dat hij voor veel anderen echt prachtig is en ze hem echt geweldig vinden. Alleen op de een of andere manier voor mij gewoon echt niet. Dit is de kleur. Kijk, ook wanneer ik het swatch en dan zo blend. Want dat is wat je doet als je bronzer aanbrengt. Kijk, hij blijft ook zo plakken en hij is zo patchy. Hij blendt niet goed uit en de kleur is echt minimaal. Dus ja, Fenty Beauty bronzer is voor mij ook een nee. En we blijven nog even bij Fenty Beauty. Want ik heb hier ook de Fenty Beauty Lip Balm. Ik heb die wel helemaal opgemaakt. Hij is echt super fijn. En dan heb je nou misschien iets van, ja, maar waarom vind je hem dan slecht? Puur om de prijs. Hij is super fijn. Hij is echt helemaal op. Maar hij kost $18. Dat is iets van rond de €15. Ik ga geen €15 betalen voor een basic ass lip balmpje. Hij heeft verder ook niks bijzonders gedaan voor mij. Ik heb hem helemaal opgemaakt, dus ik heb hem echt vaak gebruikt. Hij is gewoon net als ieder ander lip balmpje van like €3-4. Dus ik vind hem echt goed, alleen ik vind hem echt zwaar overprijsd. Hij is veel te duur. Ja,
mensen voor een lippenbalmpje, haal gewoon iets van Essence, Catrice, weet ik veel. Maar dit product gaat niks anders voor jou doen dan wat de anderen ook doen. Dus ondanks dat ik hem heb opgemaakt en ik hem echt gewoon prima vond, vind ik hem gewoon echt overpriced en niet de prijs waard. We gaan verder met MAC. Ik heb hier de MAC 24 Concealer. Nou, deze heb ik iets van 3 keer gebruikt of zo. Ik had hem 1 keer gebruikt in een video. En in die video had ik verteld dat ik niet echt helemaal wist wat ik er nou echt van vond. Het was een beetje een moi. Ik had ook veel slechte verhalen erover gehoord. Dus ja, maar ja, ik wilde hem gewoon alsnog proberen. Toen vond ik hem al een beetje moi. Ik heb hem nog 2 keer gebruikt. En ik vind hem gewoon niet fijn. Mijn huid is normaal tot droog. En ik vind hem te droog op mijn huid. Hij is ook niet mooi smooth. Hij laat best wel veel structuur zien op mijn huid. En dat vind ik gewoon echt niet mooi. Mocht je hem toch willen. Mijn kleur is NC30. En die kleur is perfect voor mij, maar helaas vind ik hem niet werken voor mij. Dus ja, deze is voor mij ook een no, want MAC is duur. Deze was iets van 20 euro of zo. Is gewoon absoluut niet waard. Je kunt dan beter die van Benefit halen, die is echt geweldig. Maar deze, tenminste voor een droge huid, normaal tot droog is die echt niet fijn. Misschien voor een vettige huid wel, maar hij laat ook best wel veel structuur zien en... dat is voor geen enkele soort huid fijn. Ik heb hier van Huda Beauty een paletje die ik ook al heb laten zien in een video. En in die video heb ik al verteld hoe vreselijk ik hem vind. Als je het paletje zo ziet, echt wowie wowie wowie. Prachtig paletje. Ik heb hem ook in het groen geprobeerd. En die vond ik echt geweldig. Dus echt super raar. Maar dit paletje, echt die glanzende kleuren mensen. Het kostte mij zoveel effort om ze aan te brengen. Niet te doen. Kijk, en het gaat vooral om die. Ik vind die nog wel gewoon cute. Maar die twee, er komt echt bijna niks van af. Je kunt ze ook absoluut niet aanbrengen met een kwast. Want dan komt er echt helemaal niks van af. Dus gebruik echt je handen. De matte kleuren vind ik mooi. Maar die glanzende kleuren, er zitten 3 glanzende kleuren in. En dit paletje is best wel klein. En hij is 30 euro. Dus als je een paletje haalt voor die prijs en de glanzende kleuren zijn zo slecht als in dit paletje. Ja, nou dan raad ik hem echt niet aan. Ik raakte gewoon echt nooit van hoe slecht die glanzende kleuren zijn. Terwijl ik vind ze echt prachtig. Maar ja, they don't do anything. Het was echt een mes. Ik moest echt steeds veel aanbrengen, veel aanbrengen. En ook weer als je van een glanzende kleur veel aanbrengt, wordt het echt één grote korrelige zooi. Het was echt een mes en ik was niet blij. Dus ja, dit paletje Huda Beauty is altijd hits en misses. Af en toe vind ik het super goed, af en toe slecht. En ook gewoon in één lijn, want dit is de neonlijn. Vind ik de groene fijn, maar die niet. Dus ook al is het gewoon één lijn dan nog, is het een beetje hits en misses. En dat is wel apart, want vaak als het gewoon één lijn is, één collectie is, dan is gewoon of alles slecht of alles gewoon heel goed. Maar bij Huda Beauty niet. Dus bij haar heb ik echt af en toe het gevoel dat ze gewoon iets maar doet. Gewoon omdat het even in is. Het is even een hype. En het gewoon snel maakt en whatever. Maar het is absoluut de prijs niet waard. Dan ga ik verder met Kylie Cosmetics. En ik heb hier haar High Shine Glosses. Echt, ik heb hier de kleur OU Fancy. Prachtige kleur, maar echt sticky AF. Kijk ook, als je het eruit haalt, er komt helemaal zo een gum mee. Kijk, wacht. Zie je dat? Echt super vies gewoon. Hij is echt zo plakkerig. Het is echt niet te doen. Je lippen plakken echt helemaal aan elkaar. Kijk even dit, hè. Het is allemaal zo viezig. En haar brand is ook echt niet goedkoop. En toen ik hem opdeed, ik vond de kleur echt prachtig. Kijk, als je de kleur zo swatcht, is hij echt prachtig. Maar ook hier op je hand, je voelt gewoon hoe plakkerig het is. En ik hou absoluut niet van een gloss die plakt. Want dan gaat alles eraan plakken. Je haar plakt eraan, gewoon wind. Blaast allemaal viezigheid op je lippen. Dan heb je gewoon allemaal van die viezigheid van de straten op je lippen. En je lippen plakken ook aan elkaar. En oh my god, it's a mess. Ik raad ze echt niet aan. Echt vreselijk. Dan heb ik hier nog iets wat ik niet echt had verwacht. En dat is van Anastasia Beverly Hills. En dat is hun Brow Wiz. Ik heb hier de kleur Ebony. Haar brand staat echt bekend om haar wenkbrauwproducten. Dus ik had niet verwacht dat ik de Brow Wiz echt niks ging vinden. Je hebt dus hier de spoelie om je haren zo, ja, weet ik veel. En dan heb je hier aan de andere kant de pencil. En dat is mijn probleem, hè. Kijk even, ik breng het aan op mijn hand. Dit is de kleur Ebony, hè. Dat is gewoon bijna zwart.
Er komt gewoon bijna niks van af. En zo is het dus ook op mijn gezicht. Ik heb hier die van NYX. Die is slechts 10 euro. Kijk even het verschil. Kijk dit verschil. Daar komt gewoon gelijk genoeg kleur van af. Totaal niet goed. Ik had nog geen enkel wenkbrauwproduct van haar brand gebruikt. En er was een sale. En toen had je zo een set met de gel en deze erbij. De gel vind ik echt geweldig. Deze is echt super, super fijn en mooi. Maar deze brow wish, jongens, er komt gewoon bijna niks vanaf. I can't. Misschien heb ik gewoon een slechte of zo. Ik weet het niet. Maar ja, dit kan echt niet zo. Is echt niet mooi. I don't like it. En ook de kleur, hè. Kijk, hier is die van NYX. Die is gewoon mooi donker. En die van haar zijn allemaal zo raar lichtachtig. En de kleur is niks. Hij brengt niks aan. Hij is gewoon niet fijn. Dus ik raad hem echt niet aan. Nou, en dat was het dan. Dat waren alle high-end producten die ik echt niks vind. Nou, ik hoop dat iedereen weer heeft genoten van de video. Ik vond het weer heel leuk om erover te praten. Ik hoop dat iedereen ook goed begrijpt waarom ik alles zo slecht vind. Heb jij nou iets hiervan waarvan jij denkt, oh mijn god, maar ik vind het echt geweldig. Echt top voor jou. Voor iedereen is het gewoon anders. Iedereen wil iets anders. En iedereen heeft gewoon andere voorkeuren. Dus dat ik het niks vind, betekent niet dat het echt een slecht product is. Het is gewoon niet geschikt voor mij. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierom te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doeg!